Kofi. We hebben het natuurlijk niet zo heel lang teruggeschreven, dus ik ken de tekst nog niet zo heel goed. Helaas. Ik ken hem wel een beetje. Op een schoftig mooie morgen, het was pas lekker weer. Nam ik een lijntje kook en een schoppen kutlijn neer. Ik ging direct naar huis en heb mijn muts weggelegd. En 10 minuten later lag ik in mijn bed. Ik ben wakker en ik geef me geweer. Ik nam een lijntje kook en dan ging ik weer. Ik maakte dat ik wegkwam, maar was net niet snel genoeg. Ik was al halverwege wat waaiende, grijpen ze niet om. Zag ik te vroeg, nam ik wat pillen voor de sfeer. Ik kwam de politie op aan en ze pakte mijn geweer. Ze zeiden, denk je dat we gek zijn, wij zijn hashi-ossen niet. Ik zei, daar heb je groot gelijk in, want je roept geen. Even met hem mee. En als je wat te zeggen hebt, dan zeg je godverdomme. Ik heb haar neergeschoten en zij is nu voor mijn vloer. Ik dacht dat ik er alleen op, maar het was niet. Toen ik weer gaan streken, stond ik nog steeds strak. Een ritje naar de waaiers door de slechte bak. Niemand wil me voor betalen, ik kreeg hem niet cadeau. Mooi zegt de dom, kijk op het politiebureau. Het was 9:30, daar kwamen 2 agenten en ik had ze al gezien. Ze trokken me mijn bek uit en ik raakte in gevecht. Volg dat domme kotzakje gaat voor me gerecht. Kwam in de rechtszaal waar de domme me won. Ik hoef hem niet te rekken op het generaal pardon. Beginnen en keek in een rond. Ik moet hem wel raden wat hij ervan vond. Minuten later was de rechter uit. Het vonnis dat was helder en het zat vinkjes uit. Ik was er op de raden met een moord erbij. Hebben jullie dan totaal geen medelijden met me? De rechter lachte en hij pakte zijn pen. 99 jaar ga jij de baaiers in. Goed zo. 99 jaar voor dezelfde tijd. Om rustig terug te denken aan die klotten. Ik heb geen kogelier, ik heb geen lijntjes meer. Dat is waarschijnlijk maar een